Welkom bij gewoon een nieuwe 50. Terwijl je hier bij mijn vinger kan zien waar het licht staat. Bij deze vinger kan je kijken naar Churchill. En dat daar is mijn kast. Bij mijn vinger. Weet je, ik hou ermee op. Oh, dat daar is ook een kast. Enfin, welkom bij deze verse 50. Wat hebben we vandaag voor jullie in de aanbieding? Echt werken aan mijn presentatie. Dit is echt slecht. Vandaag 50 dingen die ik gedaan wil hebben voordat ik dood ben. Klinkt zo sadistisch. Alsof ik dan nu dood ga. Van de Eiffeltoren afspringen met de parachute op me. Klinkt echt alsof ik een vind. Een tornado achtervolgen. Een muziekinstrument spelen. Twee zelfs. Een vis vangen met mijn handen. Een betere achtergrond nemen. Een keer een andere setting kiezen voor deze 50 video. Vier beroemdheid ontmoeten. Neuken met het knapste meisje wat er is. Een knap meisje ontmoeten. Een knap meisje een hand geven. Niet direct uitgescholden worden door een knap meisje. Het lef hebben om te kijken naar een knap meisje. Niet alleen maar denken over knappe meisjes. Stoppen met deze idiote dingen over knappe meisjes. Niet de hele tijd denken aan porno. Dat klonk wel heel raar. Porno. Op zoek naar Mary Poppins winnen. Mopt. Ik ben best wel Mary Poppins. Met zo'n... Ik ben Mary Poppins. Nadenken over de essentie van het leven. Een happy meal kopen. Kleine kinderen lollies uitdelen op een schoolplein. Bij opsporing verzocht komen door een misdaad. Bij kassa om te praten met oude mensen. Bij Koninginnedag om tegen de naald aan te rijden. Niet alleen zijn met Valentijnsdag. Meedoen in Bas en Adriaan. Mezelf afvragen waarom in die hoek een gitaar staat. Niet zo'n krakende stoel hebben. Niet meer de rotzooi op mijn bed laten zien. Meer vrienden krijgen op huis dan Gerard Joling. Een keer een andere haarstijl weer. Niet zoveel aandacht besteden altijd aan mijn haar. Midden in de woestijn tussen de Amerikanen en de Arabieren gaan staan en daar Allah roepen. Of daar midden tussenin gewoon een miljoenenklapper afsteken. Of daar midden tussenin gewoon een nieuwe 50 maken. Zodat die vet zijn gewoon midden uit de woestijn. Dat je het allemaal explosies achter me ziet. En zie je mij een filmpje. Over leger gesproken, daar gaat Stefano in. Stefano vernederen in het leger. Stefano vernederen buiten het leger. Stefano vernederen waar die maar is. En Stefano voor lul zetten waar die maar is. Een Lilliput erop moeten en hem een punt met ze opdoen met lijm erop. Zodat die puppets niet meer afgaan. Lijkt net zo'n dwerg. Loeloeloeloe. Blijkbaar maken dwergen het geluid. Hoeloeloeloe. In Studio Sport komen en dan praten over pinguïns. Kom op, zou dat niet geweldig zijn? En Bardo, wat vind jij van de wedstrijd? Ja, de pinguïns. Ik vind die mooie huiskleur altijd goed. En ik ben wel van mening dat het vogels zijn. Want genoeg daarover. In het NOS-journaal praten over pinguïns. In de video pinguïn laten zien. Een cabaretshow beginnen en dan 90 minuten lang niks zeggen. In een rolstoel rijden een hele week lang. Mijn oma duidelijk maken dat ik in mijn kamer filmpjes opneem die leuk zijn en niet porno zijn. Niet thuis beweren dat mijn video's leuk zijn. En dat was weer een verse 50. Ja, de tijd vliegt niet waar. Geen idee waar dat op. En check bymovies.nl. En ik ben er binnenkort weer met een verse 50. Auf Wiedersehen.